Het Tweede Kamerbezoek van 16 april, jongstleden. De gemeente Haren stelde alle Harense inwoners in de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer. De gemeente had voor de reis naar Den Haag een bus geregeld. En zo vertrok op dinsdag 16 april om 9 uur een bus vol met belangstellenden naar Den Haag. We gaan het ministerie van Onderwijs voorbij. En dan komen we weer aan die gele balk. En die gele balk, dat is de Schedehoekse haven. Maar dan ben ik net iets te ver gelopen, excuus. Bij het ministerie van OCMW gaan we rechtsaf naar VWS. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eenmaal daar aangekomen, werden de Harenaren door burgemeester Ronnes door de stad geleid. Onderweg vertelde de burgemeester veel over de ministeries en regeringsgebouwen en werd ook het stadhuis van Den Haag bezocht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is nieuw, oh. Dus we moeten passen. Maar het oude, dat is het oude ministerie. Toen ik voor bezig ben, moet ik daarbij de minister zijn. Dat is het. Maar nu zit het dus hier. Ja. Ook was er gelegenheid om de stad naar eigen wens te verkennen. Om 12:30 werden de mensen terugverwacht op het plein om daarna naar het gebouw van de Tweede Kamer te gaan. Bij binnenkomst in de Tweede Kamer leek het even op een luchthaven. Iedereen werd door de beveiliging gecontroleerd en alles, jassen, tassen en riemen, werden gescand. Daarna moest men de jassen, tassen en camera's in een lokker opbergen. Voor ons betekende dat wij helaas geen foto's en films konden maken. Op het programma stond eerst een lunch in het restaurant van de Tweede Kamer. Daarna volgde een rondleiding van een uur en aansluitend een bezoek aan de plenaire zaal. Het werk van Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Iedere stem telt. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk Kamerleden naar de vergaderzaal komen. De meeste stemmingen staan op de agenda en zijn van tevoren bekend. De Harenaren konden in de plenaire zaal zien dat het stemmen in een hoog tempo gebeurde. Er was ook een uur ingepland voor een gesprek met een Kamerlid. Helaas was betreffend Kamerlid nog niet terug van de stemming. Daarvoor in de plaats volgde een gesprek met twee medewerkers. Hierna was het Tweede Kamerbezoek beëindigd. Goedenavond, Jaap. Kan je iets vertellen over deze dag in Den Haag? Ja, je overvalt me wel, Ria. Het was een hele leerzame dag voor de meesten. Toch een stukje kennismaking met het parlement en hoe dat daar een beetje reilt en zeilt. En hele duidelijke uitleg, vooral van burgemeester Ronnes, onze reisbegeleider. En bijzonder veel informatie te pakken gekregen. En ik heb de indruk dat de meeste mensen het heel leerzaam voelden. Nou, de dag zit erop. We stappen weer in de bus. We hebben een mooie dag gehad. We hebben even door de stad gelopen vanochtend. Nadat we een goede reis hadden gehad. En langs een aantal ministeries in het stadhuis. En daarna zijn we naar de Tweede Kamer geweest. Via het Buitenhof, het Binnenhof. En ik heb de indruk dat de mensen zich goed vermaakt hebben. Dus wat mij betreft, ik ben er altijd voor in om een groep te vergezellen om naar Den Haag te gaan. Want ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren door de politiek op die manier dichter bij de mensen te houden. Maar daarvoor is het bedoeld, mensen leren zien van wat de politiek voor ons en met ons doet.